Mijn naam is Simon Giotto, ik ben econoom van opleiding en fellow bij de Denktank Itinera. Ik pleit om gezinsbeleid niet langer als een kost te zien, maar als een investering. Investeren en middelen inzetten in die jongste jaren van kinderen, in die gevoelige periode, vloeit dubbel tot driedubbel terug voor het budget van de overheid en nog veel meer voor de kinderen en gezinnen in kwestie. Vandaag is ouderschapsverlof, moederschapsverlof en vaderschapsverlof rechten van de ouder als werknemer. We moeten opgaan naar ouderschapsverlof als recht van het kind, waar de ouders uit kunnen putten om hun ouderlijke verantwoordelijkheid op te nemen. Een gedeelde verantwoordelijkheid, een gedeelde ondersteuning, die zij ook verdelen, zoals voor hun specifieke situaties het best is. Weliswaar met de mogelijkheid om prikkels in te bouwen die een gelijkere stimulering bevorderen. Die prikkels kunnen bestaan uit een deel van de korf die voorbehouden is voor een van beide partners. Niet verplicht, maar use it or lose it. We kunnen werken met een financiële stimulans, zoals het geval is in Zweden. Of de korf vergroten als beide ouders een voldoende groot deel van die korf opnemen, zoals het geval is in Finland en in Duitsland. Oké, Simon, ik ben compleet voor jouw idee. Ik vind het ook helemaal logisch. Maar waarin specifiek zou je dan investeren? In welke dienstverlening zou je dan investeren? En is het dan geld dat we van ergens anders moeten halen? Of is er een andere, betere manier om het allemaal te regelen? Je zegt investeren in pre-onderwijs. En dat gaat hem terugbetalen, maar dat is terugbetaling in de toekomst. Dus moeten we eigenlijk de investering aanhouden in onderwijs op dit moment en een extra investering doen nu? Is dat dan niet dubbel investeren? En waar halen we dat geld dan nu vandaan? Of is dat dan een lening die je moet aangaan? Of hoe werkt het dan juist? In mijn boek spreek ik over een concept, de social impact bond, waarbij de overheid een doelstelling oplegt en dan de private markt instaat voor het bereiken van die doelstelling. Een zorgverlener, een actor, heeft een bepaald project. De private markt financiert dat project en als dat project werkt volgens de doelstelling van die overheid, dan krijgt die private markt, krijgen die investeerders hun geld terug met een rente. Zo hoeft de overheid niet te investeren, maar kunnen ze het geld en de incentivestructuur van de private markt capteren. Als het misloopt, hebben ze nog het geld over om curatief op te treden en kunnen we die dubbele kost ook vermijden. Maar Simon, je hebt dat al allemaal neergeschreven. Ik weet het. Lees zijn boek. Goed gezien.